En de dames zijn van start, juniors, B-ladies. Ze zijn van start voor 50 ronden, eventjes 10 kilometer gaan rijden op deze, laat ons zeggen, toch zomerse avond. Josephine van den Zaffelen, nationaal team België. Aan de leiding. Martijn Haarspoort, Jana Troch. En in derde positie met de nummer 99. Rensruit, Italië, Italy. Camarin, Carlotta. Gemakkelijk te herkennen in dat roze pak. Latella Powerslide, Italië. Eerste bel betekent punten. Points, points, points. Punten te verdienen volgende ronde. En we zien u hier aan het commando met het nummer 66. Bocox Brianna, United States. En in tweede positie 484. Santucci Giada, Italy. Twee punten naar het nummer 66. Brianna Bocox. Front Range Speed Team United States. Dus opnieuw de bel. Dus dat betekent punten. De volgende doortocht. Deze discipline, dames en heren, is heel simpel. De renners moeten zoveel mogelijk punten verdienen bij elke doortocht, om de twee ronden tenminste, krijgen ze punten. Opnieuw de tweezelfde namen vooraan. Met Santucci Giada en Bocox. Bocox Brianna, United States. En opnieuw de Amerikaanse, Bocox, en opnieuw Santucci die ervan doorgaan. Inderdaad. En nu kan je meevolgen op het grote scherm. Beide renners, drie punten. Both athletes, three points. Ja, dat was daar een poging terug uit het nationale team van België om daar wat punten te sprokkelen. Even die voet gooien over de meet. We zien daar ook het nationale team van Argentinië. Argentinië aan de leiding nu. Jiménez Yarianela. Yarianela Jiménez uit Argentinië. Zo is het inderdaad. Maar dit is een zeer zware discipline, deze wedstrijd. Twee punten. Ja, dat is Santucci. Inderdaad Santucci inderdaad, positie. Die een puntje toevoegt aan haar totaal, die nu normaal op 6 punten komt. En daar opnieuw de bel, en opnieuw Bocox uit de Verenigde Staten. Inderdaad, Brianna Bocox, United States, Front Range Speed Team. Laat zich hier even uitbollen over die streep. Wat toch wel zeer risicovol was. Maar goed, ze zijn binnen. De twee punten voor Bocox. Dus op een eerste plaats Santucci. Op dit moment met 6 punten. Tweede plaats voor Bocox. Of Bocox, Brianna. Ondertussen nog 37 ronden. 37 laps. Transit Tour. Tiana Troch, tweede positie. Kijken of zij punten kan pakken. Moeilijk om het van hieruit te zeggen, maar we volgen mee op het scherm. Andy, jij volgt de punten op. Ja, ik volg het op. Santucci met 6 punten. En dan onze dame
Van Amerika, United States, Bo Cox op een tweede plaats met 5 punten. En daar opnieuw aan de buitenkant is dat opnieuw de Argentijnse Jiménez die daar naar voren schuift. Inderdaad, met Santucci in het wiel. Jiménez, Santucci, zo komen ze door. 2 en 1 punten. Ze gaan door, tussenklassement. Bo Cox, Brianna, 6 punten. Santucci, also 6 points. Jiménez, 3 points. Santucci en Jiménez gaan er hier samen vandoor. En opnieuw de bel, volgende doortocht, opnieuw punten. Wie rijdt dat gat dicht? Dat is de vraag. Wie rijdt die kloof dicht? Inderdaad, al een fikse voorsprong hebben die twee, Jiménez en Santucci. Zij verdelen de punten. En het is Bo Cox die nu in het defensief gedrongen wordt. Jiménez en Santucci. En dan achtervolgd door de rest van het peloton. 2 tegen allen. Bo Cox moet het werk opknappen. 30 ronden zie ik staan op de teller. 30 laps. Volgende doortocht opnieuw punten te pakken. Dus Jiménez of Argentina. Santucci, Italy. And then we see Bo Cox, Brianna, United States. Ja, maar zo te zien krijgt Bo Cox toch vrij weinig steun uit de rest van het peloton. Knapt de boel daar zo'n beetje zelf op. Jiménez moet het gelag betalen. Mee te gaan in de aanvalsdrift van Santucci. Jiménez moet het gelag betalen. Nu is het toch te zien of dat ze het peloton nog kan volgen. Santucci alleen onderweg nu. Scheelt ongeveer een bocht dat ze voorop ligt. En we krijgen een tegenreactie aan de buitenkant daar. Ondertussen Santucci al 10 punten vergaard in deze puntenwedstrijd. Santucci aan de leiding. Nummer 629 is dat Vonk Berber. Berber Vonk uit Nederland. Rijdend voor Kademotus junior team. En opnieuw een duo aan de kop. Opnieuw een duo. Santucci en Vonk. En opnieuw Bo Cox die in de achtervolging gaat. Misschien even tussenkomen tussen klas Santucci 12 punten. Jiménez 8 punten, Bo Cox 6 punten. Ja, natuurlijk nog even meegeven ook als de renners die punten gepakt worden, gedubbeld worden, op een ronde gezet worden. En ze worden uit de wedstrijd genomen, dan verliezen die uiteraard ook hun punten. Ja, inderdaad. Jiménez bijvoorbeeld heeft al veel punten gepakt, maar we zien haar toch nu achteraan het peloton. Ja, Jiménez bengelt inderdaad aan het staartje achterin. Dus de vraag is maar, wat gaat zij doen? Kan zij dat tempo aan? Kan zij dat volhouden? Of heeft ze zich vergaloppeerd? Goed, ondertussen nog 24 ronden. We zijn iets over halverwege de wedstrijd. En we krijgen een tegenreactie. Een tegenreactie uit het nationale team van Frankrijk. En dat is Gladys Brunelière. Inderdaad, Frankrijk met het nummer 90. Ook nummer 20 zie ik hier passeren, Alio Josephine, eveneens Frankrijk. We horen opnieuw de bel. Dus points, next lap points. Carlotta Camarin daar vierde rijden in het roze pak. 14 punten ondertussen voor Santucci, Jiménez nog altijd tweede met 8. Derde plaats, Bo Cox met 6. Eenentwintig ronden nog en daar opnieuw de bel. Betekent opnieuw punten, volgende doortocht te verdienen. Ja, Brent, en toch even kijken naar onze Argentijnse.
Jij ziet ze passeren nu. Dus dit wordt volgens mij zeer moeilijk om dit nog 20 ronden vol te houden. Dus ik vrees dat dit binnen enkele ronden een totaal andere stand zal geven indien Jiménez de wedstrijd zal moeten verlaten. Maar goed, zover zijn we uiteraard nog niet. En daar zien we Camarin uit Italië in het roze pak, Latella Power Slide Team. Die komt naar voren. Met Van Maar en Else Mieke in het wiel. En een deelnemster uit India met 4-7-7. Zie ik haar niet op de lijst staan? Nee, die ontbreekt op de lijst. Dus we kunnen geen namen geven. Maar goed, het is een Indische dame. Caballero Leslie, Mexico. Twee punten hier voor het nummer 97, Leslie Caballero de Mexico. En ondertussen onze Argentijnse dame Jiménez, gedubbeld uit de wedstrijd. Jij ziet ze passeren. Betekent dus dat zij haar punten kwijt is. Ja. En dat zal een andere stand zal gaan geven. Inderdaad, Bocox zal waarschijnlijk opschuiven naar die tweede positie. Dus Santucci voorlopig onbedreigd op de eerste plaats. En daar, ja, l'équipe de France die hier ook eventjes begint wakker te worden. Gladys Brunelière is dat. Met in haar spoor Camarin. En dan dacht ik, is dat opnieuw Santucci die een tweede adem heeft gevonden. 15 ronden, 15 laps. En daar zien we terug onze Amerikaanse dame. Onze Amerikaanse dame, inderdaad. Bocox die zich opnieuw wil laten zien, wil laten tonen. Opnieuw punten wil gaan pakken. Het is toch al even geleden, dacht ik, dat die Bocox nog punten heeft gepakt. En Tiana Troch neemt ook een puntje mee. Dus nog altijd Santucci aan de leiding. En Bocox schuift op naar de tweede positie. En Gladys. Maar dit is toch een zware discipline. Zeker niet te onderschatten. Telkens opnieuw op gang trekken. Telkens opnieuw die spurt. Die benen die zwaar beginnen voelen. En het is de Française. Brunelière Gladys, gevolgd door het nummer 99, is dat Camarin Carlotta. Ja, en ook Santucci pakt hier haar punten opnieuw. Ja. Ja, Santucci Camarin, een Italiaans duo. Misschien wordt daar in de kop van het peloton wel Italiaans gesproken. Elf ronden, 11 laps. En Bocox die opnieuw naar voren schuift. Bocox, Santucci. Met 636, wagenmaker Bo, Team Radboud, Nederland. Dus Santucci aan de leiding. 16 punten, ondertussen al vergaard. Ondertussen op de teller nog 9 ronden, 9 laps to go, 9 tour. En we volgen even mee, volgende ronde opnieuw punten te verdienen, de bel. En Team Radboud uit Nederland, die opnieuw naar voren doorschuift. Maar we zien daar ook in tweede positie Santucci uit Italië. Nog altijd Team Radboud aan Santucci. Santucci neemt weer haar puntje mee. Bocox zien we nog altijd op een positie. Ja, maar Bocox krijgt het toch moeilijk. Hangt daar achteraan. Die kopgroep. Zeven ronden. 7 laps. En opnieuw de bel. Volgende doortocht punten. We kijken, wie hebben we hier aan de leiding? 3:37 is het Kuiper Leonie, Germany. Santucci, second position.
sprints. Santucci, 2 points. Santucci pakt hier inderdaad 2 punten. En dan dacht ik in een tweede positie 1 punt. Else Mieke van Maren, Kademotus junior team. 5 laps to go. 5 ronden. En Bocox, die kan niet meer mee. Die legt uit die kopgroep. Dat betekent dus straks geen punten aan de eindfinish voor Bocox. We kijken wat er gebeurt. Punten voor het nummer Kademotus junior team, dacht ik. Otus Danielle, met nummer 426 was dit. Ja, Danielle Otus inderdaad. Drie ronden. Santucci daar in derde positie. En een terwijl laatste tussenstand misschien voor de laatste sprint. Santucci met 20 punten, Bocox met 8. En dan Brunelière Gladys met 7 punten. 1 puntje voor Bo Wagenmaker, 2 punten voor Santucci uit Ravenna, Italië. En Santucci nu met de versnelling. Een fikse versnelling, niemand kan volgen. Zo gaan ze de laatste ronde in, Santucci. We duiken de laatste ronde in met de sterke Italiaanse Giada Santucci uit Ravenna, die deze wedstrijd hier op haar naam zal schrijven. Vraag is natuurlijk, wat gebeurt er achter haar, die tweede positie? En we kijken hier naar de eindfinish, de eindjump. Prachtige overwinning van Santucci voor het nummer 629, Berber Vonk. Kademotus junior team Nederland. Goed, uiteraard, geef ze nog een applaus, dames en heren, deze dames. Juniors B, dames, prachtige wedstrijd hier. Puntenwedstrijd gewonnen door Santucci Giada uit Italië.